Stoomgroep De Goffert is afgelopen week afgereisd naar Zweden om het oude stoomtreintje dat vroeger in De Goffert reed te inspecteren. De initiatiefnemers van de groep zien het treintje graag weer terug op de rails. En door middel van een doneeractie hopen de mannen genoeg geld op te halen om de komst van het treintje te bekostigen. In de zomer van 2012 reed het treintje haar laatste rit in het Nijmeegse Goffertpark. Sinds 2016 bekommeren 3 oud-machinisten van het stoomtreintje zich over de terugkeer van de trein. De kosten voor de terugkoop van de trein wordt door de groep ingeschat op 55.000 euro. Voor de opbouw van onder andere de rails is 40.000 euro ingecalculeerd. Inmiddels zijn de oud-machinisten weer terug in Nederland. Ze laten weten dat het treintje er goed uitzag en hopen het snel op transport naar Nederland te kunnen zetten.